hartelijk welkom bij deze overdenking op Pinksteren vanuit de Protestantse Kerk in Oudebos. Ik ben predikant Charlotte Inkelaar de Mos en ik ben blij dat u afstemt vandaag op deze viering. Ik lees een paar verzen uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 7, de versen 37 tot en met 39. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep: "Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft." Hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. Beste mensen, vindt u het leuk om een cadeautje te krijgen? Het hoeft niet per se iets groots te zijn. Ook een klein cadeautje kan je blij maken. Een tekening van je kind, een bosje zelfgeplukte bloemen, een kaart van iemand, een berichtje. Juist met een klein cadeau kan je super blij zijn. Wanneer je een cadeau krijgt, is het goed om het aan te pakken, uit te pakken en dankjewel te zeggen. Ik herinner mij dat wij eens een cadeau toegezonden kregen van een verre vriend in het buitenland. Hij was wijnhandelaar en stuurde ons een doos met flessen wijn. We wisten niet dat we dat cadeau zouden krijgen. Toen er een enorm pakket werd besteld, keken we elkaar aan en vroegen elkaar: "Heb jij iets besteld?" Geen van beiden hadden we dat gedaan. Dus dachten wij: dat kan niet voor ons zijn. En we aanvaarden de doos niet. Het werd teruggestuurd naar Spanje. Tot we later van deze vriend bericht kregen: "Ik had jullie deze doos toegestuurd." Het goede nieuws van Pinksteren is dat God ons een cadeau geeft. En net als met elk ander cadeau is het goed om dat te aanvaarden, uit te pakken en dankjewel te zeggen. Vandaag vieren we Pinksteren. God geeft ons een cadeau. Het cadeau van Pinksteren is de Heilige Geest. Maar wat of wie is de Heilige Geest? De apostel Patrick in de 5e eeuw na Christus vertelde aan de mensen in Ierland over God. En hij deed dat aan de hand van een klavertje 3. Een klavertje 3, zo legde hij uit, is één blad, maar heeft 3 lobben of 3 delen. En zo is God één, maar bestaat uit 3 personen. God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als Jezus is gestorven en is opgestaan, gaat hij terug naar de Vader. We vierden dat met Hemelvaartsdag. Hij belooft dat hij de achterblijvende leerlingen een helper zal sturen. Iemand die hen bijstaat. Iemand die de leerlingen alles in herinnering zal brengen. Dat is de Heilige Geest. En het gaat niet om de Heilige Geest op zichzelf, maar de Geest richt de schijnwerper op Jezus. Hij laat het licht op Jezus schijnen. God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest horen bij elkaar. Ze zijn samen één. We hoorden net een paar verzen uit het Johannesevangelie waar Jezus zegt: "Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken." Op een warme zomerdag kun je dorst hebben en verlangen naar een groot glas water. Ook in andere opzichten kunnen we dorst hebben. We kunnen soms in psychisch of geestelijk opzicht dorst hebben. Of ons lusteloos voelen of leeg. Misschien de vraag: wat heeft het voor zin wat ik doe, wie ik ben? Wat is het doel in mijn leven? Waar zou ik het eigenlijk voor doen allemaal? Wat geeft mij nog hoop? Alsof je een gat in je ziel hebt, een leegte. Jezus zegt: "Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken." Een uitnodiging voor iedereen, zowel toen als nu. Met dat water, dat levend water, doelde Jezus op de Heilige Geest, die als een bron opwelt en blijft stromen. Wij zelf als mensen raken wel eens geblokkeerd door gebeurtenissen in ons leven, klein of groot.
Er zijn soms obstakels die de weg versperren, waardoor we niet verder kunnen. Maar het bijzondere van dit geschenk van de Heilige Geest, deze bron van levend water, is dat die steeds opnieuw voor ons beschikbaar is. Ook op momenten dat we ons droog en dor voelen. Dat kan zomaar gebeuren. Als wij om een of andere reden verwijderd raken van de bron van levend water, van God zelf. In Jezus is Gods liefde naar ons toegekomen. God hield en houdt van deze wereld, van mensen in deze wereld, van u en van mij. Hij wilde ons niet aan ons lot overlaten. En hij heeft alles in het werk gesteld om ons te bereiken. Hij ging zover dat hij zelf in zijn zoon Jezus naar ons toegekomen is. En zijn liefde is niet iets algemeens, maar zijn liefde zoekt ons, ieder van ons. Zijn liefde zoekt ons op en brengt ons thuis. In Romeinen 5, vers 5 horen we: Gods liefde is in ons hart uitgegoten door de Heilige Geest die ons geschonken is. Geloven is niet iets algemeens, niet een of andere filosofie die we aanhangen, maar een heel concrete vraag van een God die van ons houdt. Hij biedt ons in Jezus zijn liefde aan en vraagt: mag ik jou mijn liefde geven? Wil jij mijn liefde aanvaarden? Het bijzondere is dat we nooit uitgekeken raken op hem, op God. Zijn liefde aanvaarden, geloven in Jezus, is een weg die wij samen met elkaar, maar ook vooral samen met hem, mogen gaan. En waarbij we hem steeds beter mogen leren kennen. In de Bijbel spreekt hij tot ons. Het is het levend woord en het geeft voedsel voor onderweg. Voedsel voor mensen die steeds weer honger hebben. En daarbij is de Geest onze helper. Hij helpt ons, hij woont in ons. Hij brengt ons Jezus woorden en daden steeds weer in herinnering. En hij moedigt ons aan zijn spoor te volgen. Hier op tafel ligt een geschenk. Het is mooi ingepakt. Er zit een mooi papier omheen, een rode strik. En het lijkt misschien wel jammer om dat papier en die strik eraf te halen. Maar dat is wel waartoe we uitgenodigd worden. Dat we het geschenk dat God ons wil geven, het geschenk van de Heilige Geest, gaan uitpakken en gaan ontdekken wat dat geschenk allemaal inhoudt. En ik kan je vast vertellen dat het een prachtige ontdekkingstocht is. Dat er zoveel bijzondere dingen, rijkdommen te ontdekken zijn. Dat het geschenk van de Heilige Geest je in je leven liefde geeft en kracht. Hoop en moed. Troost. Hulp en vrede. Ja, niet allemaal tegelijk. En ook niet op ieder moment. Maar nu eens dit en dan weer dat. God geeft ons zijn geest, zijn Heilige Geest als een cadeau, als een geschenk. Niet één keer, maar steeds weer opnieuw. Wilt u het geschenk van God ontvangen? Wil jij het cadeau van God ontdekken en gaan uitpakken? Open dan je handen en je hart om het te ontvangen. Vanuit de Protestantse gemeente in Oudenbosch. Van harte hele fijne en goede, gezegende Pinksterdagen toe.